Dan hebben we al zoveel gedaan in de Perplexing Pool. En nu hebben we één dag eigenlijk een beetje verspeeld in de Awakening Wood. Wat kunnen we doen in de Awakening Wood? Jullie zullen het zien. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. In de vorige aflevering hebben we enorm veel treasure verzameld in de Perplexing Pool. En hebben we de gele Pikmin bij ons team zitten. En nou lijkt het me ook een heel erg goed idee om terug te gaan naar de Awakening Woods. Nou, zoals ik al in de intro zei, waarom zouden we in godsnaam terug gaan naar de Awakening Woods waar we niks konden doen en eigenlijk een hele dag niks anders hebben gedaan dan potion farmen? Dit heeft te maken met de gele Pikmin die we op het moment hebben. De gele Pikmin gaan ervoor zorgen dat we enorm veel juist hier kunnen doen. Even kijken, want ik wil maar 20 witte en 20 paarse meenemen. Dat is meer of zat. Dat zijn voor eventuele vijanden die we tegenkomen. Nee, 20 is zat. 20, ja. En in plaats van dus zeg maar nou volledig uit te gaan op rode, wil ik maar 20 rode bij me hebben en de rest wil ik allemaal geel. Dit week is het volgende, omdat geel zorgt ervoor dat we enorm veel kunnen upgraden. En dat zullen jullie ook zeker dadelijk wel zien. Oh, terug. Heb ik je terug? Nee, ik heb je nog niet terug. Waar ben je? Kom op, fluit naar je. Luisteren. Oké, 40 gele. 35 gele. Ik was vergeten, hier kunnen we maar 95 Pikmin hebben. Maakt niet uit, 35 is ook goed. Oké, nou heel eventjes snel even een bos, even een vijanden clean-up doen, tot we ons geen zorgen hoeven te maken over vijanden die bij ons in de basis liggen, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. En we hebben natuurlijk nou ook niet alle tijd meer, aangezien dat we dus zeg maar weer boven grond zitten en een tijdslimiet hebben. Nou, zoals jullie weten, we hebben heel erg veel electric fences gevonden. Eentje die zit daarboven, maar er zit nog eentje ergens anders die ook heel erg belangrijk is. Even de paas even hier gooien. Doet me er trouwens aan denken. We hebben nou trouwens gele bij ons. Even kijken. Kan ik iets even uitzoomen? Dat zal wel fijner zijn. Wij willen die kant op. Dan zitten daar waarschijnlijk weer van die bugs te irriteren. Nog niet, maar die komen wel. Alle vijanden trouwens, die zijn weer gerespawnd. Dus kijk daar wel voor uit. Zoals je ziet, we hebben hier ook weer onze irritantjesnus. Oké, die is verslagen. Dan hebben we ook waarschijnlijk dat oogbeest weer terug. Die niet. Nee, die is... Oké, die is er nog niet. Mooi. Nou, de gele die gaan dus zeg maar hier bepaalde belangrijke rollen spelen. Sowieso, dit ding heeft ons nou te lang in ons gezicht geknipperd. Tijd om hem te pakken. Mag ik even de gele? Even goed mikken. Oké, ze nemen hem mee. Goed zo. Nou, dan wil ik de rest van de gele, die wil ik hier bovenop gaan plaatsen. Dit kan nogal heel erg gevaarlijk zijn wat we hier moeten gaan doen. We moeten de gele, die moeten we daar bovenop zien te plaatsen met onze paarse. Dit kan nogal een beetje linkersoep zijn, aangezien dat onze gele nogal daar een easy target zijn. Oké, we hebben gelijk onze paarse, dat is alleen maar gunstig. Goed. Ik heb nog een paar paarse hier. Oké, nou ondertussen is dat dopje ook weer terug. Daar ben ik heel blij om. Vita Malt. Oké, 100 poko's, zoals we gewend zijn. Oké, nou dan willen we de rest van de Pikmin willen we hier heel even achterlaten. En dan gaan we met Olimar gaan we hier verder. De reden is, omdat hier zit sowieso al een vijand voor ons waar we niet echt... Nee, oh boy. Waar we dus niet echt heel blij om hoeven te zijn. En daarom dat ik dus zeg maar de paarse bij me heb. Kom eens even boven grond, dankjewel. Dan moeten we hier ook uitkijken dat we niet per ongeluk dus Pikmin tegen de hek aan gaan gooien. Want vergeet niet, ik heb het jullie al vaker uitgelegd. Geel is nog... Heb je geen gele Pikmin en je bent bij een elektrische vent? Daar wil je niet al je gele Pikmin voor hebben. Even kijken, ik heb hier nog een witte. Nou allemaal... Nee, nog een witte. Oké, dit zijn allemaal gele. Nou, die wil ik dus al gelijk aan dit hek hier laten werken. En ondertussen wil ik dus met de andere team... wil ik heel eventjes het pad vrijmaken naar een andere locatie. Even kijken, dat is hier. Kan ik heel eventjes de vijandjes even alvast killen.
Kom op. Brengt ons weer naar die cave die we al gekild hebben. Volgens mij was dat de White Flower Garden. En dat is daar zeg maar om bij dat pad te komen waar we nu ons nog niet eens druk over meer hoeven te maken. Wat dus een heel groot voordeel is. We zouden eventueel hier naartoe kunnen, maar daar blijf ik nog ook even liever van weg. Eén stap op de tijd, dat lijkt me toch een stuk makkelijker. Nou, die berries die zijn eigenlijk best wel gunstig. Weet je wat, gaan jullie maar heel eventjes hier alvast aan werken. Hoe ver zijn jullie? Ja, dat gaat goed. En dan ga ik dadelijk al mijn rode, ja jullie horen het goed, even al mijn rode eventjes gelijk weghalen. De reden hiervoor is van, we willen dadelijk alvast wat paarse, of wat paarse. We willen dadelijk alvast wat rode Pikmin, zeg maar, terugstoppen. Om ervoor te zorgen dat we weer ruimte hebben in ons team. Oké, nou jullie kunnen ondertussen alvast hierheen, even die berries meenemen, want verder kunnen we nou op dit moment nog weinig doen. Het is toch weer bijna een hele berry, of een hele potion die we hier hebben. En hier hebben we nog de rest van ons andere gele team zitten. En die wil ik hier nog wel even bij ons houden. Oké, goed zo. Had ik echt 32 gele? Volgens mij mis ik er een paar. Maakt niet uit. Oké, even kijken. 20 rode, die mogen dan terug. Dat worden dadelijk dan 20 vraagteken. Even kijken. Ik mis toch echt volgens mij een paar Pikmin. Waar zitten jullie? Zijn nog bij de Flower Garden? Hebben we 32? Hebben we... Volgens mij 10... Iets mis ik hier. Ik weet nog niet wat. Maar dat komt later nog wel goed. Oké, nou we gaan gewoon heel even rustig wachten totdat het... Oh, het hek is al naar beneden. En dan kunnen we dus zeg maar onze 27 gele die we hier hebben... Ah, dat verklaart een hoop. Die kunnen we dus eventjes die kant op gooien. Geloof me, andere Club Pikmin wil je hier absoluut niet bij je hebben. Want hier hebben we namelijk de nieuwe Club Pikmin, de blauwtjes! Die zijn zo cute! At last, you have encountered them. They seem to have gill-like ducks on their cheeks. Goh. They must be Blue Pikmin. Like the other types, they look to you for... Oh, they look to you for direction. While they have indeed surviving naturality, they still seem to long for violent leader. For valiant leader. Engels is heel goed bij mij, jongens, dat weten jullie. Goed, dus we hebben hier zeg maar de blauwe Pikmin die we dus nu gelijk eventjes kunnen gaan sprouten. Nou hebben we hier dus zeg maar een soort van, kikkervisjes. Dat later uitgroeit tot, killer Wallywogs. Dus ondertussen wil ik hier heel eventjes mijn Pikmin eventjes het nummer een beetje omhoog gooien voor de Pikmin die we hier dus zeg maar vinden. En ja, die beestjes die geven ook weer wat Pikmin, dus op zich kunnen we ze dadelijk wel goed gebruiken. We gaan dadelijk zeker in de aanval tegen ze, net zo makkelijk. Jij haalt even hem naar beneden, we halen eventjes, we roepen de groep weer even bij elkaar. Want daar hebben we namelijk 5 Pikmin voor nodig voor deze. En dat zorgt ervoor dat onze blauwe nummers ook weer eventjes omhoog gaan. Dit is gunstig. Oké, nou ondertussen kunnen we deze alvast plukken. Nou is het wel zo dat op het moment dat je hier dus zeg maar bezig bent... je zou hier niet echt snel heel erg veel blauwe te pakken kunnen krijgen. De reden hiervoor is... er zijn hier maar heel weinig vijanden te vinden in de buurt. En elke keer als ze dus richting... weet je wat, swarmen ze gewoon. Dan gaan ze niet meer op jullie gooien, we gaan gewoon swarmen. Swarm. Oké, swarmer gaat hem niet worden. Oké, dan plukken we heel even deze Pikmin heel eventjes. En er zit namelijk nog een extra vijand in de buurt. En ik wil niet te veel tijd verspelen aan deze vijanden eigenlijk. Ja, die is bijna neer. Haal hem neer, haal hem neer, haal hem neer. Goed zo. Oké, breng hem naar de basis. Oké, dan gaan we... Kunnen we swarmen? Nee, we mogen niet swarmen. Oké. Nee, we willen geen Pikmin terugstoppen nog. Jullie kunnen even aan hen werken. Oh, we zitten alweer bijna aan het hele dak. Gaat een dag snel op Pikmin, zeg. Zo. Je wil zoveel mogelijk eigenlijk tegelijkertijd doen. Oké, die is ook verslagen. Mooi. Eentje neemt hem mee. Dat is wel de bedoeling.
Oké. En dan hebben we hier namelijk ook nog een paar pallets liggen. Die we dus zeg maar ook nog eventueel zouden kunnen gebruiken. Dus hop, hop. Die meenemen. En deze dus ook helemaal meenemen. Ook al zijn het niet de goede kleuren. Het maakt niet uit. Geef toch weer een paar extra Pikmin. En daar is het belangrijkste. Tot we dus er wel voor zorgen dat we dus al onze Pikmin bij ons hebben. Want blauw gaat namelijk ons een enorm voordeel geven. En natuurlijk is het ook heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat wij dus ook weer naar iets van een nieuwe locatie toe kunnen. Sowieso hebben we hier al een extra ding liggen wat we dus zeg maar mee kunnen nemen met 10 blauwe Pikmin. Dat is Mario Paint. No pun intended, zo heet dat ding echt. Kan er niks aan doen. En volgens mij hebben we nou dadelijk 25 blauwe hier. Even kijken, jullie hebben dat allemaal. 10 zijn daarmee bezig. Kunnen we er nog 2 plukken? Ja. Oké, dan nemen we deze. Die nemen we gelijk met ons mee. Met het hele team. We hoeven ons geen zorgen te maken. De weg naar basis is vrij, is veilig. Dus daar hoeven we ons absoluut niet druk over te maken. We kunnen hier gewoon rondlopen. En nou gaan wij dus zeg maar. Nou hebben we onze gele team hebben we bij ons. Maar wat dus ook heel erg belangrijk is. Is dat wij nu naar een cave toe kunnen. Waar gele Pikmin ook voor nodig zijn. Nou zien we daar een muur. Dan denk je bij jezelf van. Ja, maar we hebben maar op het moment 15 blauwe Pikmin. Gaat dat niet enorm lang duren voordat we eindelijk zeg maar, die muur dan zeg maar, omlaag hebben? Ha, wie gebruikt er nou blauwe Pikmin om een muur te verslaan? Je hebt hier namelijk een steen hierbij liggen. En dit is namelijk een hele leuke truc wat ze in Pikmin 2 hebben gedaan. Waar ik echt heel erg een groot fan van ben. Op het moment dat ze daar die stenen zeg maar, aan het kapot hakken zijn. Kom maar. Op het moment dat je zo'n steen weghakt, zakt het water daar compleet weg en kun je dus alle Pikmin gebruiken om daar doorheen te lopen. Dit is enorm handig, want dit zorgt ervoor dat we ons hele team kunnen gebruiken om deze muur naar beneden te halen. Dat zeg maar voor het snelweg zorgt bij die purple berry plant die we daar eerder hebben gezien. Nou hoop ik dat de andere blue Pikmin ook eventjes snel kunnen komen. Want we hebben 25 blue Pikmin bij ons, dus hoop ik dat ze snel die Mario Paint kunnen droppen. Kom op jongens, jullie zijn bijna klaar. Jij wacht even, ik is daar. Ik wil heel even kijken. Ah, daar komen ze al aan. Goed zo. Oké, nou willen we dus zeg maar die muur tot die nou open is. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij om. Maar nou wil ik alleen mijn gele bij me hebben. De reden is, er zit nog een elektrische fence. Die zit hier namelijk boven. Die hebben we al eerder gezien. Konden we nog op het moment niks mee. Want hier hebben we die paarse plant waar ik het over had. En nu hebben we dus zeg maar onze gele Pikmin bij ons. Dus nemen we onze gele Pikmin gelijk naar die fans toe. Om dit gelijk naar beneden te hakken. Nogmaals, zorg ervoor dat je alleen maar gele Pikmin hebt. Alle andere Pikmin zullen gelijk bij contact. Ja, die zullen het niet na kunnen vertellen. Zou nogal vervelend zijn. Dus, de Mario Paint. Staat er ook echt op volgens mij. Mario, ja, Mario Paint. Decorative Goo. Ja, zo kun je het ook noemen. Het is maar hoe je het wil noemen. Oké, nou zijn er nog wel wat meer plekken die we met water kunnen doen. Maar aangezien dat de tijd bijna om is, wil ik heel eventjes onze Pikmin goed dadelijk eerlijk verdelen. Nou, we hebben 35 gele bij ons volgens mij op het moment. Wat mij nogal een beetje te veel lijkt. 25 blauwe, die kunnen we helaas niet inkorten. Dus ik denk dat we dadelijk iets van... Ja, even kijken, hoe zitten we nou met het team? Ja, 25 blauwe, hebben geen rode. Ik denk dat we 15 Pikmin, gele Pikmin inleveren voor 15 rode Pikmin. Ik denk dat dat wel gunstig is. Dus nou hoop ik dat ze dan zeg maar wel dat hekje snel naar beneden krijgen. Want daarachter zit de cave die ik deze dag namelijk nog wel gaan halen. Dus wat ik ga doen is eventjes... Olly mag hier al eventjes daar naartoe brengen. Zodat hij dadelijk die 15 gele Pikmin terug kan stoppen. Zodat we 15 rode Pikmin mee kunnen nemen. Of Louie, dat kan natuurlijk ook. Want het is namelijk heel lastig om je 100 Pikmin daar naar boven te krijgen. En... Ze hebben nog 1 tik, geloof ik. Ze hebben nog 1 tik, volgens mij wel. Het is elke keer zo'n kantje boord met mij in die elektrische hekken. Hè? Dat was de vorige wereld was er ook al. We hebben 35 gele Pikmin. Dit zou genoeg moeten zijn. Kom op. Weinig tijd over. Oh, daar is het fluitsignaal al. Het nadeel is, we hebben die rode toch wel nodig in die... Oké, ze zijn neer. Hij is neer. Oké, F20 neergooien. Nog één, oké. Dan moeten we rennen.
Die snelweg hier, die zorgt ervoor een extra voordeel. Oké, als het goed is gaat er nou automatisch een onion in. Oké, we hebben nog 10 seconden. Dit is te doen. Kom op, schiet op. Ja, oké, ze zitten erin. 15 rode. Oké, ik heb alles. Andere 80 die staan erboven. Nou, zorg ervoor dat je geen Pikmin achterlaat. Oh, 5 seconden nog. Kom op. Oké, we hebben ze alle 100. De nieuwe cave. So, you have at last reached the higher ground. Congratulations. Are in order. Nou, wat lief dat je daar vriendelijk over bent. Wait, what is this? My seismic sensors are picking up tremors deep below. What forces in the, at the work in the depths of this planet? Ja, dat komen we later wel achter. Oké, hebben ze nog alle 100? We hebben ze nog alle 100. Waar is de cave? Oké, 1 seconde over. Vuur en stroom zijn de dingen die we hier tegenkomen. Maar paarse en witte, die wil je sowieso bij je houden. En blauwe, nou, misschien zijn ze toch wel handig. Wie weet. Dus we hebben de cave gehaald op 1 seconde over. Ik moet echt stoppen met deze dingen een beetje te close te gaan halen. Maar, Ball Black Skin... Oh god, dat is deze. Oh god. We gaan het nieuwe jaar in met een van de moeilijkste caves van het spel. Eén van de. Ik weet dat er een hele moeilijke nog tussen zit. Maak je je zorgen, ik weet welke dat is. Maar ik hou het nog heel even spoilervrij. Jongens, ik zie jullie bij de volgende aflevering. Dan gaan we daaraan beginnen. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Maar ja, hier moeten jullie dus nog zeker een jaar op wachten. Beste kijkers, 2015 was een enorm geweldig jaar voor mij. Enorm bedankt voor alle support die jullie hebben gegeven. Voor alle leuke reacties. Voor het groeien van het kanaal. Ik wens jullie het allerbeste toe in 2016. En ik zie jullie ook in 2016 weer terug. Misschien weer met de livestream. Wie weet, ik durf het nog niet te zeggen. Hallo, ik praat over volgend jaar, hè? Dus dat weet ik op het moment niet. Maar goed, dank voor het kijken. En heb je een leukste moment of wil je jezelf ook nog iets kwijt over 2015? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien volgend jaar in de volgende aflevering van Pikmin. Bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor jullie awesome support. Jullie zijn geweldig. Doei!